Goedemiddag. Mag ik meneer Limburg? U praat tot hem. Meneer Limburg. Hoe gaat het met u, meester Kanhai? Goed. Uw radio is aan of uw... Goed, ik luister via de telefoon naar u. Kunt u uw telefoon dan wat minder luid zetten, want anders heb ik een feedback. Ik moet even snel een foto van u zoeken, meneer Kanhai. U bent er nog? Ik ben er nog. Ai, maar hoe gaat het met u? Laat me die vraag eerst stellen. Goed. U zegt u wilt reageren op nonsens. Ja, weet u. Er is één opmerking gemaakt dat... dat verweer niet gevoerd is. Laten we teruggaan naar 2012. En wanneer men de tijd heeft genomen om stukken te lezen. Meester, en wanneer u die stukken leest, meester, zien dat ik, er in 2012... Meester, ik hoor nog steeds die feedback, dus misschien kan die telefoon helemaal weg. Ja, in 2012 is er een beschikking gekomen, een vonnis gekomen van het Hof, van de krijgsraad toen, waarin de krijgsraad heel nadrukkelijk heeft gezegd dat die amnestiewet die toen is gemaakt en gepubliceerd, dat dat een vraagstuk is van constitutionele aard, een heel moeilijk woord. En ze gaan daarom schorsen op grond van artikel 5 van je wetboek van strafvordering. Dat is ook gebeurd. In 2016 heeft het Hof bevolen om voort te zetten. En toen heeft de krijgsraad zelf weer, datzelfde rechtsprekende instantie gezegd, hier ga ik gebruik maken van artikel 131. Ze hebben de amnestiewet niet getoetst, ze hebben gezegd, dit is inmenging, artikel 131 grondwet. Toen hebben wij, en toen heeft Elgin, en dat gebabbel dat er geen processtuk is. Ik mocht me uitlaten over dat stuk van Elgin. Elgin heeft het gepresenteerd in zijn toga aan de krijgsraad. En ik mocht me uitlaten over dat stuk. En als men het processtuk leest en de beschikkingen zal men het zien. Ik heb toen gezegd dat het stuk van Elgin beschouwd moet worden als het requisitoor. En toen heeft de krijgsraad gezegd, nee, het is niet het requisitoor. Toen heeft de krijgsraad gezegd, in 2016, heeft de krijgsraad gezegd, dus 2012 was het een vraagstuk van constitutionele aard. In 2016 hebben ze gezegd, dit is inmenging, artikel 131, en we gaan het terzijde zetten. Simpel gezegd, hè. Ik heb toen in mijn pleidooi de krijgsraad gewezen op hun tegenstrijdige beslissingen. Bovendien zegt de krijgsraad dat ze volharden in hun beslissing van 2012. Ze volharden in die beslissing van 2012... dat het een vraagstuk van constitutionele aard is. In 2016 zeggen ze, het is inmenging. We hebben toen in ons pleidooi dit alles aan de krijgsraad voorgehouden en ons beroepen op niet-ontvankelijkheid. De vraag waarom dit niet weer is voorgehouden aan het Hof van Justitie, dan moet men goed kijken wat de functie is van het Hof van Justitie. Het Hof van Justitie bij ons is een feitenhof. Dat betekent dat het Hof van Justitie alle stukken, ook de verweren die gevoerd zijn in eerste halen, ook alle verhoren die zijn afgenomen in eerste halen, alle verweren die gevoerd zijn, aan een beoordeling moet onderwerpen. Ik hoop dat ze me goed kunnen volgen, want ik ga niet babbelen, ik ben niet van plan om te babbelen. Je ziet, ik heb nooit gereageerd op gebabbel van mensen. Ik laat het zo. Het Hof heeft op 20 december geen oordeel gegeven over die tegenstrijdigheid. Wat zegt Elgin in die brief? Leest u die brief goed wat Elgin zegt. Elgin zegt dat het Hof die de opdracht heeft gegeven aan de krijgsraad om te vervolgen, onbevoegdelijk die opdracht heeft gegeven
omdat dat vonnis van 2012 intussen gezag van gewezen had. Het was geen beschikking, het was een vonnis. Schorsingen op grond van artikel 5, die vinden plaats in een vonnis. En dat vonnis had intussen gezag van gewezen. Elgin zegt, je mag dat vonnis niet opzij zetten en een andere mening hebben. Dat zegt Elgin in die brief. En ik heb me daarover uitgelaten. Dus als men beweert dat het geen processtuk is, laat men zijn mond houden, want dat is niet waar. Want ik heb me uitgelaten over dat stuk. Laat ze de processtukken lezen. Als ze het niet hebben, laat ze het bij mij komen lezen. Ze mogen dat gratis doen. Ik zal mijn tijd nemen om het ze te geven om het te lezen. En als ze het gelezen hebben, dan zullen ze zien dat in 2016 reeds een tegenstrijdige beslissing was genomen. Het Hof heeft zich nooit, de krijgsraad ook niet, nooit uitgelaten over de, ze hebben gezegd, het is inmenging ex artikel 131. En daarom gaan ze het buiten beschouwing laten. Maar over de waarde van de amnestiewet, de innerlijke waarde van die wet zelf, heeft de krijgsraad zich niet uitgelaten. En we hebben dat verweer gevoerd. We hebben het op dat punt. En iedereen kan dat pleidooi lezen van 2016. Het is er. Men kan het downloaden. Het is er. Dan gaat u het lezen dat dat verweer wel gevoerd is. En omdat het Hof dat verweer, daar aan dat verweer geen oordeel heeft gegeven. Want het Hof had daar een oordeel over moeten geven. En niets, geen woord daaraan gewijd. Vind ik dat het Hof. In elk geval, dat op dat punt dat vonnis niet duidelijk genoeg is. Maar goed, ik ga nooit, dat doe ik niet als advocaat, publiekelijk een vonnis bespreken. Maar ik wil die onduidelijkheid en het bespreken van mij, dat ik een bepaald soort verweer zou hebben gevoerd, dat is klinkklare onzin. Dat is één. Een tweede punt. Wanneer we een nieuw land willen hebben, een land die ingericht moet worden voor Surinamers en door Surinamers, dat is het eerste ding dat we moeten doen, is dat Nederland zich niet bemoeit met dit land. En wanneer er iemand in dit land is die beweert dat Nederland vanaf 1969, vanaf het moment toen Pengel heeft gezegd dat het statuut geen eeuwig edict is, vanaf dat moment Nederland een probleem had met Pengel, daarna met Aaron, en in 1980 vanaf dat moment alles eraan heeft gedaan om de ontwikkeling naar zijn hand te zetten. En als we denken dat dat nieuw is, wanneer babbelaars het niet weten, laten ze naar al die landen in Afrika kijken waar het anders is gegaan dan hoe het is gegaan in Suriname. En hoe het zou gaan in 80 in Suriname. Laat ze daarna gaan kijken. Voordat ze babbelen en vonnissen ga ik niet bespreken. Ik wil u alleen maar erop wijzen. Dat de mensen die zeggen dat het verweer niet gevoerd is. Klinkklare onzin is. Bovendien. Dit land. Wanneer mensen pretenderen dat we een nieuwe toekomst gaan bouwen. Die toekomst gaan we alleen bouwen met Surinamers. Niet met inmenging van Nederland in onze situatie, in ons land. En dat is mijn grootste probleem. En wanneer we blijven ontkennen dat in 82 Nederland in niets de hand had. Laat mij u zeggen, we zien die video's die viraal gaan over Valk die met de officieren is gaan praten. Om een coup te plegen in 1980. Die video's heb ik niet gemaakt. Ik bedoel, ik heb een naam gezien. Meneer Bots heb ik gezien. En meneer Staphorst heb ik gezien op een video. Dat waren officieren. Een officierencoup. Een rechtse coup te plegen in 1980. In 1981. Toen Boutersen had besloten. Om de middelen te gebruiken voor Suriname. U moet zich herinneren dat we in 80 niet eens water in Paramaribo hadden. Maar we bouwden wel bij Suriname. Als dat Suriname is dat babbelaars willen hebben. En dat we een nieuw Suriname hebben zoals die eruit zag in 1980. En nu
zelfs slechter is dan in 1980, dan laten we dat Suriname bouwen zoals die babbelaren dat willen. Maar ik ben verder klaar met deze zaak hoor. Ik ga u, omdat ik dit erg vond dat men mij bespreekt op een wijze dat niet collegiaal is. En ik bespreek geen enkele collega, ik heb wel babbelaars in meervoudsvorm besproken. Ja. Al die mensen die babbelen. Misschien kan iemand daar die telefoon opnemen. Wat zegt u? Ja. Al die mensen die babbelen, laat ze babbelen. Ik ben niet van plan om naar die mensen te luisteren. Omdat. Ja. Meester, toch een vraag. Nu mag u vragen stellen. Toch een vraag. Meester Esset die zegt. Alles wat nu op tafel wordt gegooid, is eigenlijk mosterd na de maaltijd. Alles wat nu op tafel wordt gegooid met betrekking tot de executie van dat vonnis, dat bedoelt u? Dat kan wel waar zijn, omdat dat vonnis er is. En ik heb gezegd, ik ga dat vonnis niet bespreken in het openbaar. Ik ga het bespreken in een wetenschappelijk boek of ergens, maar ik ga dat vonnis niet zo. Ik ga geen vonnis van rechters in het openbaar voor het publiek bespreken. Hoor. Dat ga ik niet doen. Hmm. Ik ben te lang advocaat om te begrijpen dat ik dat niet ga doen. Ik ga dat niet doen. Wat ik wel ga doen is feitelijke onjuistheden corrigeren. Onjuistheden zoals dat het verweer niet gevoerd is. Dat is een feitelijke onjuistheid. Feitelijke onjuistheid dat het geen processtuk is, maar eigen mening voor elkeen. Is een feitelijke onjuistheid. Weet u, die onjuistheden wil ik corrigeren. Daarom bel ik u. Ik bel u niet om naar gebabbel te luisteren en op gebabbel te reageren. Daar heb ik geen zin in. En ik een feitelijke onjuistheid is dat wij een nieuw land zullen opbouwen wanneer de tijdperk Bouterse voorbij is. Bouterse is het gezicht van het decoloniseren van dit land. Bouterse is dat gezicht. En daar heeft het mee te maken. En het enige is dat van belang heeft gespeeld vanaf de coup van meneer Armskerk, was het elimineren van dat gezicht. En dat is niet nieuw. Kijk naar al die 52, 56 landen in Afrika. En nu speelt het toch weer in Niger. Niger na 75 jaar speelt het weer in daar. Het heeft in al die landen in Afrika gespeeld. In al die landen van Azië heeft het gespeeld. Nederland, die Indonesië had gekoloniseerd, is op dezelfde wijze gegaan. Men heeft Suharto in het zadel geholpen en Sukarno vermoord en 500.000 mensen daar vermoord. Om Suharto in het zadel te helpen, die na 50 jaar het land met harde hand heeft geregeerd. Weet u dus, ik heb geen zin in. Ik lig rustig in mijn bed. Usakami Safri. Unuwermi Ede. Uno weer met Lolo. Noso, maar toch maar weer die Lolo even. Noso na Motegi. Motakangai ligt van mijn takastraat. En dat je op die stappen uitzending. Ja, nee, dat mogen we niet weer hebben. Maar oh. Ik wil u. dan moet ik u gewoon groeten. Maar ik wil u toch een vraag. Ik wil u toch dan moet u me groeten. Nee, ik ga u netjes terug groeten. Nee, want ik wil u even een vraag stellen. Met betrekking tot morgen. Zou u ons kunnen informeren? Is er contact geweest met uw cliënt? Meneer, ik ga u niet zeggen over contacten die ik onderhoud met mijn cliënt. Maar ik kan u zeggen dat mijn cliënten law obedient servants zijn. Ja. Daarmee heb ik u alles gezegd. Dus hij gaat zich aanmelden morgen? Ik heb u gezegd, hij buigt zijn hoofd voor wet en recht. Ik ben, u kent mij, ik behoor niet tot de partij van Bouterse. Maar ik behoor wel tot een groep van mensen die dit land willen houden voor zichzelf. Zonder inmenging van, zeker niet Nederland. Ja. Laat mensen, ze moeten dat goed begrijpen. En ik heb nooit een moordenaar verdedigd. Ik heb een revolutionair verdedigd. Waar moet hij zich aanmelden? Penitentiaire inrichting Santo Boma. Hoe laat? Ik denk 9 uur hoor. 9 uur. Santo Boma, oké. Dank u wel, meester Kanhai, voor dit moment. Ja hoor. Gaat u goed uitrusten hoor. Ik ga uitrusten, maar ik wil geen gebabbel meer horen hoor.